Ja, ik praat nog even na met Jan Bertels van de SP-A. Dag meneer Bertels, welkom in onze studio. Ja, de minister heeft een voorontwerp van decreet klaar om roken in een wagen met kinderen erbij strafbaar te maken. Dan zou je denken, ja, klaar. En toch vindt u het nodig om toch een vraag te stellen. Waarom? Ja, het is absoluut nodig om die vraag nog eens te stellen, omdat we het voorstel nu hebben kunnen lezen in de media, in de pers, waarbij het niet helemaal duidelijk was wat de minister precies voorstelde. We hebben in het Vlaams parlement reeds op 22 november 2017 kamerbreed onze steun uitgesproken voor een rookverbod in de auto voor de kinderen, als er kinderen zijn die op de achterbank zitten. Ja, maar goed, ze geeft dan een toelichting, zegt dat het kan, dat het Vlaamse niveau dit mag doen, dit kan doen. Ze geeft ook uitleg bij de strafmaat, want daar waren wat vragen bij, 250.000 euro. Maar enfin, het hoeft niet altijd zoveel te zijn natuurlijk. Is het dan goed voor jou? Het is goed voor ons als we daadwerkelijk zien dat het er daadwerkelijk van komt. Mm-hmm. Want een van de redenen dat minister Schouwvloege terecht dit doet op Vlaams niveau is omdat de federale meerderheidspartijen, die dezelfde zijn grotendeels als in het Vlaams parlement, federaal het niet eens geraken. Bent u bevreesd dat het ook zal blijven hangen? Wij zijn een klein beetje bevreesd dat het toch blijft hangen. We hebben vandaag wel gehoord opnieuw kamerbrede steun. Mm-hmm. Maar als die kamerbrede steun er is bij de Vlaamse parlementairen van dezelfde partijen die in de federale meerderheid zitten, is maar de vraag van waarom sleept hij dan al meer dan 2 jaar aan op het federale niveau. Ja. Maar we zijn blij dat mevrouw Schouwvliege op onze vraag mede nu een voorstel had bereikt om het Vlaams te regelen. En laat ons de Vlaamse bevoegdheden maar uitputten en de Vlaamse meerderheidspartijen dan dwingen tot een keuze. Nou, een positieve keuze. Ik hoorde u ook zeggen, wat ik mis zijn acties om te sensibiliseren. Ja, absoluut. De Stichting Kom op tegen Kanker heeft nog opnieuw een enquête gedaan. En die zegt terecht, en tot onze spijt terecht, dat er sinds 2014 eigenlijk geen nieuwe acties meer ondernomen zijn met betrekking tot het roken in de auto. Dus die mist u nog, die acties, die sensibiliseringsacties? En dat tweede luik, naast het verbod, een verbod en sensibilisering, die twee gaan samen. Het tweede luik, heb ik minister ook naar gevraagd, dat luik moet absoluut nog mede uitgebouwd worden om over te gaan tot informatie en sensibilisering. Ja, mensen die roken in de wagen, die het niet kunnen laten om toch te roken in de wagen met kinderen erbij, die zijn verslaafd. Moet je die mensen niet eerder helpen in plaats van te straffen? Vandaar ook het belang van die sensibilisering en die informatiecampagne. Want we moeten daar goed, daarmee zijn ze niet geholpen, hè? Nee, maar we moeten daar gaan naar een cultuuromslag. En die cultuuromslag die we ook op vele andere gezondheidsdomeinen hebben bewerkt, moeten we hier ook progressief gaan naar een cultuuromslag, ja, waardoor mensen het natuurlijk vinden om niet te roken in de auto als er kinderen op de achterbank zitten. En dan gaan ook mensen die verslaafd zijn daaraan wennen en zich daaraan aanpassen. Het is geen straf op verslaving. Het is geen straf op verslaving, het is voornamelijk een middel om te zeggen van oké, doe dat niet. Poseer desnoods als je een lange rit moet maken en je kunt er toch niet aan weerstaan, poseer dan. Ja. Maar straf je kinderen niet mee door passief te laten meeroken. Nu, je hoort vaak zeggen dat ongezond leven vooral een probleem is in lagere sociale klassen. Dat het kopen van biovoeding bijvoorbeeld een voorrecht is voor wie het zich kan permitteren, even voor gezond leven. Ga je dan misschien wel jouw achterban niet meer gaan straffen? Ja, vandaar dat ik ook gewezen heb om de vraag naar de minister toe op de gezondheidskloof. Want u hebt een punt. Het zijn soms of dikwijls de lagere sociale klassen die daar problemen hebben. En vandaar dat we ook die sensibilisering en informatiecampagne zo sterk benadrukken. Men mag niet bestraffend optreden, men moet bestraffend als stok achter de deur, heeft de minister gelukkig ook gezegd. Maar men moet ook een concrete sensibilisering en informatiecampagne ontwikkelen. Ja, ik hoor de minister wel zeggen, het verbod op zich is sensibiliserend. En ik had niet de indruk dat er dan nog iets zou bijkomen. Ja, maar dat is wat we uitdrukkelijk gevraagd hebben en waar ze impliciet gezegd heeft van oké, er komt nog een sensibiliserings- en informatiecampagne. En waar ik terecht gevraagd heb, wat mij betreft, dat die informatie- en sensibiliseringscampagne heel concreet moet gemaakt worden. Dat dat gerichte acties moeten zijn die de mensen echt aanspreken en niet een algemene vrijblijvende campagne, maar gerichte acties. En de Stichting Kom op tegen Kanker heeft daar voorbeelden van en weet hoe men zo'n gerichte acties moet voeren. Kent u buitenlandse voorbeelden waar dit gewerkt heeft? Nee, ik heb niet direct een buitenlands voorbeeld dat onmiddellijk door mijn hoofd schiet. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld roken in publieke plaatsen heeft ook even geduurd, maar heeft daarna ook gewerkt. En bijvoorbeeld voor de jongeren. U denkt aan cafés, restaurants. Cafés en restaurants heeft ook wat weerstand opgewerkt, maar werkt nu wel. Ja, er wordt redelijkerwijze nageleefd. De nachtelijke uren minder, maar het wordt wel redelijkerwijze nageleefd. En voor de jongeren nu is dat normaal. Als die willen roken, die gaan buiten. En u hoopt op een cultuuromslag moeten wij ook kunnen bewerken. Ja. Oké, meneer Bertels, bedankt voor dit interview. Blijf nog even bij ons.
Beste kijker, want straks gaan we het hebben over de positie, de plaats van het Grieks in het secundair onderwijs.